Het leek, jullie hadden eigenlijk de hele wedstrijd wel redelijk onder controle. Je had in het begin een beetje moeite misschien met hun afstandsschot. Ging redelijk gelijk op en op het laatst kun je doordrukken. Hoe kwam dat? Ja, omdat we heel simpelweg gewoon beter zijn, denk ik. We zijn meer om elkaar ingespeeld. We hadden afgesproken om de verdediging strak te houden. Daar gingen we niet helemaal vrij uit in het begin. We hadden nog wat strakker gekund en gemoeten. Nou, misschien is dat ook een beetje de sfeerproeven eerst. Dat ging later wel iets beter. Het werd wat fysieker. Nou, vinden we op zich wel leuk, maar ja, we willen ook gewoon het liefst nog de makkelijke ballen afmaken. En je moet gewoon uiteindelijk namelijk de punten binnenhalen. En dat is uiteindelijk wel gelukt. Sjoerd, het publiek leeft enorm mee, hè? En ook Vincent Krieger, de MC, die pept ze helemaal op. Merk je dat nou, als je op het veld staat? Ah, zo gaaf. Allereerst Vincent Krieger, dat is een briljante gozer. Toen ik klein ventje was, was het een soort van held uit het Nederlands team. En nu staat hij hier 3 dagen lang de longen uit zijn lijf te schreeuwen. Dat is gewoon respect. Ik denk dat heel veel kinderen niet eens weten wat hij voor het Nederlands basketbal betekend heeft. Dat is zo vet. En als je dan hier om je heen kijkt, dat is super gaaf. Maar ja, zo'n Vincent Krieger, dat was mijn held, weet je wel. Sjoerd, het is hier uitverkocht het hele weekend. Jij kwam hier zo voor het eerst, waarschijnlijk een aantal dagen geleden op Museumplein. Kijk je meteen je ogen uit? Ja, niet alleen ik, alle spelers. Je komt in het hotel, je hoort die spelers praten, je praat met elkaar. Bizar zeggen ze allemaal hoe groot het hier is. En wat de Nederlandse Basketbalbond in samenwerking met House of Sports en andere partners gedaan heeft. Dat is een feest om te spelen. En dan ben ik blij dat het in Nederland gespeeld wordt. Sjoerd, je moet je weer opladen voor een volgende wedstrijd, dus ik ga, laat je snel gaan. Laatste vraagje, wat neem jij mee naar de volgende wedstrijd? Nou, ik denk dat we een paar keer een pick-and-roll hebben gespeeld die goed kwam. En als we daar dan zien dat dadelijk ook weer een sterk punt ligt tegen Oekraïniërs, om daar ook pick-and-roll goede, makkelijke scores uit te halen, dan hoop ik dat we dat mee kunnen nemen. Winnen bovenal. Sjoerd, enorm bedankt voor de fantastische dunks en heel veel succes in de volgende wedstrijd. Ja, dank je. We gaan ons best doen. Je weet, zo'n eerste wedstrijd hier, je voelt wat extra druk en je wil gewoon heel erg graag. En ja, dan merk je wel dat we een paar kleine foutjes maken omdat we te gretig zijn. Maar in de loop van de wedstrijd gaat dat beter en hopelijk in de loop van het toernooi nog beter. En ja, dat moet goed komen, denk ik. Wat waren specifiek die kleine foutjes waarvan jij denkt van hey, dat willen we er nog uithalen? Nou, in verdediging dan moeten we veel druk geven, maar je bent nu zo gretig dat je gewoon bijna je man omver loopt. En daardoor werden we 3 keer voorbij gelopen. Wat je gratis punt weggeeft, dat is gewoon zonde. En in de aanval, weet je al, net iets te snel slippen of te snel over een screen, waardoor de timing niet goed is en dan komt er niks uit, zeg maar. En dat doen we normaal heel goed. Nu iets te gretig, denk ik. Maar ja, alsnog win je, dat is even belangrijk, zo'n eerste pot. Jullie zitten best wel in een sterke pool, hè? Oekraïne vanavond. Maar dat is een hele goede ploeg. Die won ook al ruim van Turkije. Voordeel is, je bent al door. En ja, in de kwartfinales morgen heb je sowieso een goede tegenstander. Dus ja, vanavond wordt gewoon hopelijk wat vrijer spelen. Die kleine foutjes proberen goed te doen. En dan ja, het liefst natuurlijk gewoon winnen en dan door naar morgen. Ik vroeg net aan jouw collega Sjoerd. Krijg je dat nou mee dat er zo ontzettend veel steun is? Hè? Het is het hele weekend hier uitverkocht. Heel veel fans in het oranje. Iedereen is onwijs aan het aanmoedigen. Vincent Krieger die doet ook nog een duit in het zakje. Merk je dat eigenlijk? Ja, dat merk je zeker. Sinds 2 weken terug op het WK is het ja, explosief gestegen hier in het land. Dat iedereen 3x3 leuk vindt. Maar goed, dan vandaag moet je hier spelen en dan is het eigenlijk nog een stukje erger. Voor de wedstrijd moet je altijd met mensen op de foto. Iedereen kent je ineens. Ja, en als je dan hier in het stadion speelt, krijg je wel heel veel zin om te spelen met zo'n ambiance. Het hele stadion staat achter ons team. Ja, dan wil je maar één ding, dus alles geven en winnen. Joey, jullie hebben nog een hele belangrijke wedstrijd straks, dus ik laat je weer gaan. Laatste vraagje, wat gaan jullie nog aanscherpen, specifiek in de volgende wedstrijd tegen Oekraïne? Vooral de timing. In de aanval, timing moet wat beter, waardoor we hopelijk nog een paar goede, makkelijke scores kunnen krijgen. En de verdediging veel druk, maar ietsje minder gretig, waardoor het zeg maar onder controle is. Dat is de belangrijkste dingen. We gaan erop letten en we gaan ook weer genieten van jouw spel, Joey, en ook natuurlijk van je afstandsschoten. Tot vanavond en heel veel succes. Dankjewel. Bas Roosendaal, even een tegenslagje, net verloren van Oekraïne, maar wel gewoon door naar de volgende ronde. Nee, dat sowieso en dat was het doel. Dus we hebben ons doel ondertussen bereikt, kwartfinale gehaald. Maar, je wil zo goed mogelijk uitgangspositie. En eigenlijk wilden we deze wedstrijd winnen om tegen de nummer 2 van een andere pool te moeten. Goed, het blijft een hele sterke pool waar we mee kruisen. Dus hoe dan ook, je speelt waarschijnlijk tegen Spanje of tegen Servië zometeen. Blijft altijd een zware pot, maar ja... Dit is gewoon even balen. Je wil hier gewoon een goede wedstrijd neerzetten. Niet alleen voor meerdere factoren. Je hebt hier 2000 man zitten die voor je hierheen komt.
En voor je eigen continuïteit. Ik bedoel, je krijgt nu gewoon knauw. Het werkte allemaal even net niet. De aanvallen liepen niet. We kwamen er niet helemaal uit. En dan gaan we dingen doen die we normaal niet doen. Ja, dus dan gaan we 1-1 basketballen. En dat kunnen we minder goed dan deze jongens. Ja, dan verlies je zo'n pot. Dan mis de box-outs. Ja, rommeltje op een bepaald moment. En dat is gewoon zonde. Ik bedoel, komen mensen voor je naar het stadion, toch? En dat is ook belangrijk. Ja, absoluut. Aan de andere kant, die wedstrijd eerder vandaag was natuurlijk gewoon heerlijk. Vlam in de pan. Ja, nu inderdaad eventjes niet. Maar ik kan me voorstellen wat je zegt. Ja, het zat eigenlijk vanaf het begin af aan, had je wat idee, Oekraïne, de schoten vielen bij hen. Ja. Bij jullie vielen ze even niet. Ja, dan liepen ze toch een beetje van jullie weg. Ja, en wat zij doen is, wat even lastig voor ons is, de meeste teams waar we tegen spelen switchen screens. En geven achter ze heel veel ruimte. Dus die blijven heel veel druk naar de buitenkant geven. En de Oekraïne collapsen de hele tijd met z'n allen in de paint. En ze zijn net iets groter dan wij ongeveer. Ik bedoel, ik ben groter dan die jongens, maar ze zijn net zo groot als Jasper, ze zijn net iets groter dan Sjoerd, ze zijn net iets groter dan Joey. En normaal gesproken kunnen we natuurlijk, omdat ik er overheen kan passen, Jasper heel vaak in stelling brengen. En dat lukt hem niet helemaal. Ja, en dan ga je toch zoeken naar andere dingen en we komen op de verkeerde dingen uit. We hebben te laat een time-out genomen, de communicatie was net niet goed. En goed, ik miste een paar box-outs, andere jongens misten een paar box-outs. En dan hadden we van tevoren hadden we daar ja, best wel veel aandacht aan besteed. Dus dat is wel balen. Weet je. Je wilt toch als team in zo'n toernooi groeien. En de eerste wedstrijd staan we goed te spelen en nu nemen we eigenlijk een stapje terug. En dat is lastig. Dat moeten we nu even verwerken vanavond. Ja, maar ik vind het wel knap dat je zo kort na de wedstrijd al precies weet wat er gebeurde. Ik bedoel, daar kun je ook weer verder mee dan. Tuurlijk, maar dat is de kracht van ons team. We zoeken heel erg veel de aandacht in de details. Ik bedoel, nogmaals, we hebben niet een breakdown 1-1 basketballer die iedereen zeg maar, op skate zet en naar de basket toe gaat. Dat hebben we gewoon niet. We moeten het hebben van de plays, we moeten het hebben van executie, we moeten het hebben van het volgen van de afspraken die we maken van voren. Ja, dat lukt de eerste wedstrijd aardig en de tweede wedstrijd gewoon minder. Omdat we tegen wat dingen aanlopen die wat lastig zijn voor ons om te verwerken. Het tweede wat wij meestal goed doen, is dus inderdaad dat we dat tijdens een wedstrijd in een time-out of even in het veld kunnen communiceren met elkaar. Ja, dat lukte gewoon vandaag niet, of in ieder geval die tweede pot. Ja, daar moeten we vanavond weer even naar kijken. We zullen deze video denk ik met z'n allen 16 keer terugkijken, misschien wel 17 keer. Ja, dus over een kwartier zitten we volgens mij de wedstrijd alweer te kijken. Dus dat blijft de hele avond doorgaan, om te kijken wat we allemaal gemist hebben. En dan is het gewoon voorbereiden op wie we morgen hebben. Ik bedoel, het is een kort toernooi, dat ben je gewend, je kan verliezen. Nu gewoon mentaal weer terugstuiteren en zorgen dat je morgen wel weer staat. Ik bedoel, dat is dan ook weer belangrijk. Want ik zie inmiddels, dankzij jullie, dat jullie zo goed presteren. Zilver op het WK-bal zie ik steeds meer 3-3. Wat ik alleen nog niet weet, maar dat kun je mij wel uitleggen. Jullie hebben een bondscoach, Brian Benjamin. Maar hij mag niet bij de time-out erbij komen, volgens mij, hè? Nee, het is een zelfcoach in de sport. Dus in het veld doe je alles zelf. Kan ook. Hè. We zijn naar elkaar toegegroeid als team in de laatste 2 jaar van het proces. En we kunnen elkaar corrigeren op dingen. We kunnen dingen van elkaar hebben. En je kan naar andere jongens luisteren als ze zeggen, we moeten het nu zo gaan doen. Omdat je van elkaar die expertise weet. Je weet dat iemand anders dat ook snapt. Maar de coach is wel heel handig in de trainingsmomenten en in het uitleggen van een kader waar je binnen speelt. Dus wat hij bij ons doet is, natuurlijk we trainen een aantal keer in de week. Daar is hij bij, dan is hij heel scherp. Hij laat ons geen ruimte om zeg maar, te verslappen op bepaalde zaken. Af en toe is dat erg vervelend, zoals het hoort bij een goede coach. En daarnaast legt hij gewoon regels neer voor ons. Ik bedoel, hij analyseert misschien wel meer dan wij. Ik denk dat hij zo meteen de film misschien wel 25 jaar gaat kijken, zeg maar. Dus, hij komt met een aantal zaken die je zelf misschien net wel ziet, net niet ziet. Of waarvan je denkt, ja, daar kon ik niks aan doen. Want je hebt altijd in je hoofd als basketballer dat je bepaalde dingen redelijk gedaan hebt. En dan komt hij en zegt hij, nee, dat was gewoon niet goed. Heel simpel. Dus hij is buiten het veld heel belangrijk. En in het veld moeten we het gewoon zelf oplossen. Maar hij bereidt ons daar wel op voor. Jullie hebben wel een hele slimme ploeg, ook qua basketbal. Maar ook als ik jullie, hè, jullie kunnen allemaal heel goed je woordje doen, heel goed die analyses. Dus ik heb er volledig vertrouwen in. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat je tegen de wereldkampioen speelt in de knock-out ronde, denk ik. Hè? Straks kwartfinale morgen. Ja. Ja, tegen Servië, ja, dan gaat het natuurlijk echt erom. Maar Spanje is ook een aardige ploeg, dat zei je zelf al. Dus ja, je kan ook nog Spanje krijgen? Ja, het is volgens mij een pool met Servië, Spanje en ik weet even het derde team niet meer. Maar Hongarije geloof ik. Maar Hongarije ligt er volgens mij nu al uit. Dus wordt het of Servië of Spanje. Volgens mij moeten die allebei nog tegen elkaar. En ja, Servië is een zware ploeg, weten we. We hebben ze natuurlijk WK-finale gezien. We hebben ze vorige week weer zien basketballen ergens. We zien ze eigenlijk elke week, dus we kennen ze ondertussen wel. We hebben op het WK laten zien dat we in de buurt kunnen komen. We zullen diezelfde mindset morgen weer moeten hebben en die hadden we net even niet. Dus dat wordt even collectief kijken of we dat kunnen vastpakken. Maar goed, ook als het Spanje wordt, daar zitten een aantal jongens bij die gewoon Eerste League Spanje spelen. En dat zijn zeg maar gewoon broodbasketballers die een heleboel geld verdienen hebben. En die het heel lang op het hoogste niveau in Spanje hebben laten zien. Dus ook dat wordt geen makkelijke tegenstand. Ze hebben Nacho Martín rondlopen. Nou ja, ik zeg, die speelt al lang genoeg. Wat is het tegenwoordig in Spanje? Lab of zo? Maar dat is de tweede. Nou ja, die speelt lang genoeg in Spanje om ons het spelletje wel een beetje te kunnen snappen. En hij speelt al een tijdje 3x3. Dus het is ook niet dat ze hem in de diepe gooien en zeggen, ga maar. Nee, hij heeft ook eens ervaring. Dus allebei de ploegen worden zwaar. Een beetje van tevoren. Eerlijk is eerlijk, ik zelf denk dat we een betere matchup met Spanje hebben. Ietsjes.
Puur omdat die gasten nog niet zo heel veel gespeeld hebben deze zomer. En Servië wel. Goed, ook tegen Servië hebben we laten zien dat we in de buurt kunnen blijven. Dus laten we dat morgen gewoon nog een keer gaan doen. En dan gewoon in de laatste paar minuten kijken wie er aan het langste eind trekt. Dat is het mooie van 3 tegen 3. Het kan super snel gaan. Het kan inderdaad allemaal op die laatste minuut aankomen. Bas, onwijs bedankt voor je tijd. Ik zou zeggen, ja, if you want to be the best, you gotta beat the best. Dus of het nou Spanje is of Servië, knikken ze gewoon uit het toernooi morgen. En jullie stomen lekker door naar de halve finale. Wij zijn er in ieder geval weer bij. Ja, we gaan ervoor. Ik zeg, we gaan nu voorbereiden en dan gaan we er gewoon voor. Bas, goeienacht. En dankjewel voor je tijd. Heel veel succes morgen.